jij ook altijd moeite met opstaan uit je bed in de ochtend? Dan is deze video zeker iets voor jou. Smash even deze like. In deze video ga ik jou tonen hoe je makkelijk wakker kan worden in de ochtend. Ik ga dit op meerdere manieren tonen, maar vandaag gaan wij het hebben over opstaan met eieren. Dus dit is episode 1 van hoe sta je op met eieren. Ja, de volgende keer dan niet met eieren, maar met iets anders. Let's go! Maar niet denken dat er ooit de tweede aflevering komt, want ik ben te random. Ja, like! En ik zou zeggen, enjoy the video. Ja, let's do this. Vandaag gaan we dus koken. En niet zomaar koken, maar we gaan dus koken in de open lucht. Ik sta hier tussen allemaal random huizen waar ik nog nooit ben geweest. Het is hier een fucking appartementsgebouw. Sowieso zijn hier mensen thuis die mij gaan staan uitlachen. Maar ja, oké. We doen het gewoon. Vandaag ga ik jullie tonen hoe je makkelijk wakker kan worden als je niet wakker bent in de ochtend. Je neemt dus gewoon simpel 1 ei. Kijk, zoals ik had voorspeld, er kwam een mevrouw naar buiten en die zei van: hey, wat doe jij daar? Dus ja, ik ben weggegaan. We beginnen dus opnieuw, let's go! Je neemt dus een pan. Je neemt ook een ei en die ga je in de pan doen. Je neemt dus je ei en dan doe je dit. Dat was een anticlimax. Jullie dachten dat je in de pan ging, maar eigenlijk ging hij op mijn hoofd. What the fuck? Wie had er ooit gedacht dat ik op dat moment een ei op mijn hoofd ging? Turn down for Leg hier nu al vol met ei. Wat doe ik toch met mijn leven? Beter ga ik hier weg. Leg hier nu al vol met eieren. Mensen gaan kwaad worden van die eieren op mijn... op mijn hoofd en op de grond. Zo word je dus makkelijk wakker. Een anticlimax. Op het moment dat je denkt dat iets niet gaat gebeuren, gebeurt het wel. Snap je? Jullie dachten waarschijnlijk dat er nu een ei op mijn hoofd ging komen, maar dat waren alle eieren die ik heb. Dus ja, prank! Oh my god. Maar een ontbijt zou niks zijn zonder goede afkruiding. Dus kruid altijd je ei goed af. Fuck my life! Als je dan alle eieren hebt gebruikt, wat in mijn geval niet zo is, dan kan je beginnen aan het tweede manier om wakker te worden. Dat is een hele simpele manier, want het enige wat je gaat doen is een ei nemen en die kapot slaan op je hoofd. Ah, fucking hell, dat doet fucking veel pijn. Ik zweer het, het doet echt fucking veel pijn. Als je nog niet wakker bent, neem je gewoon nog één en... fuck my life. Echt waar. Fuck my fucking life. Ik ga... nee. Als je dat vol hangt met eieren, dan ziet de wereld er een stuk mooier uit. Want je hangt helemaal vol. En het enige wat je wil, is meer eieren. Dus wat doe je? Geef jezelf nog een motherfucking ei. Ik ben echt klaar wakker nu. Ik voel gewoon bloed door mijn aderen stromen. Ik voel dat ik een ei ben. Let's go. Oh my god, wat doe ik toch met mijn leven? Van Percy, en die komt er erin! Ja! Oké, jongens! Yay! Zo word je dus wakker in de ochtend. Ja, ik ben nu al pittig wakker. Ik voel me echt een ei. Maar fuck die shit. Dit was de video. Holy shit. Wil jullie nu meer van deze random shit? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace Sid en ik zou zeggen, ik ga nu beter douchen. Want... ei hangt overal, jongen. Oh, yo. Dus ik ga douchen nemen, mijn kleren aan. Ik ben Ace Sid en ik zou zeggen, adios, bitches.